Party. Ah, sorry man. Gaat heel duidelijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergassen. Mijn naam is Joost. En mijn naam is nog steeds Martijn. Weet je nog die ene keer dat wij gratis naar de bioscoop zijn gegaan? Of wij, jij en Niels? Ja, klopt. En daarvoor moest ik flauw van. Nou, toen kreeg ik dus aangeboden van het personeel om ijs voor eten en drinken, zeg maar, om suikers binnen te krijgen. Ja. Dus nu kun je wel raden wat we deze week gaan doen. We gaan naar de kermis. Dat klopt, we gaan naar de kermis. Nee, we gaan niet naar de kermis. Oh, wacht, ik voel me niet zo. Oh. Nee, ga je flauw vallen voor drinken en eten? Nee! Ik kan het nodig. Nou, dit is wat we vandaag gaan doen. En we beginnen bij een tennisbaan. Begin jij? Ik bij het spits af. Lekker ouwe. Let's go. Flauw hoor. Zo. Hey, leuk die racket die je bij hebt, man. Waarom eigenlijk? We gaan naar een tennisclub, Joost. Smart. Moet je wel een beetje inblenden. Wat leuk, zie je leerjassen. Ik zie dat er super sportief uit, joh, lul. Godverdomme, dat is ook nooit goed met jou. Gameface, bra. Hey, goeiedag. Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het zit met tennis hier in de zomer. Er ligt wel wat voor lidmaatschapje mee. Heb je een soort van prijzenlijst? Dit check ze me net. Dit check ze me net. Laat kijken. Die herken mij, goed. Die herken mij. Die herken mij. Die check herken mij. Oh. Yo, party. Ah, sorry man. Gaat het? Heel duizelig. Ja, het gaat wel. Even zitten hoor. Heel zitten. Ah, yes. Wil je iets hebben? Ja, een colaatje of zo. Een water. Het is dat toch? Colaatje. Je bent. Ja, goed. Ik heb nog nooit gehad. Suiker nodig? Ah. Nou, dit helpt ook wel hoor, mijn suiker. Drink de rest van die colaatje ook. Ja, toch? Ik heb het al weer meer bij iemand gezien voor jou dit. Met die geld die je omviel. Ook een jongen. Ja? Ja. Hier, als ik vlak voor het opvangen. Okay. Sorry hoor. Goed succes hè. Ja. Moeten wij nog even die cola afrekenen? Nee. Nee? Hartstikke bedankt. Zie, dankjewel hè. Bam! Hey, smash alles! Lekker ouwe. Martijn valt. Oké. Ja, het is gelukt. Ik kreeg een cola en credits naar de tennisrekening. Want dat maakt het verhaal natuurlijk wel helemaal compleet. Ze dachten ook gewoon, hij hoort hier. Dat is een tennisser. Maar nu ben jij aan de beurt, wat ga je doen? Ik ga het bij de Burger King proberen. Zijn favoriete plek waren. Gast, ik moet echt wat eten, man. Pauze. Gaat ie? Ik heb wat drinken nou. Ik voel niet zo lekker. Ik voel niet heel lekker. Misschien wat drinken of wat suiker. Ik voel niet lekker, ouwe. Ik ga heel veel daar zitten, ouwe. Kijk eens, hier. Wil je anders even zitten? Kom maar eens hier wat aan. Ik zit echt, ik voel me echt totaal niet lekker, ouwe. Ja, gelukkig een kleine cola, 25 centiliter, dat doet goed. Ja. En wat suiker naar binnen. Dat doet wonderen. Krijg je nog iets van mij voor de cola? Ja? Dankjewel. Wil jij nog eten? Ik hoef niet meer. Ik wil gewoon naar huis. Ik was vergeten hoe fucking gênant het is. Ik weet nog wel hoe gênant het was bij de bioscoop. En het was weer zo gênant. En volgens mij was het ook gewoon door. Maar hé, eerlijk. 0 euro. Pomp 7 voor dit. Smaak aan? Nee, dankjewel. Vind je het flauw? Nee, ik voel me echt niet lekker. Goed? Maar ja. je bent er wel. Ik heb het af en toe. Wil je wat drinken? Iets met suiker, mars of zo. Of... Dat is goed, ja, ik ga even zitten. Hier zit je even wakker. Moet je nog iets van een frisje of zo? Voor in de auto. Misschien wat suiker drinken of zo. Voor mij echt niet uit wat. Zoiets. Er is in ieder geval een hele lekkere mars, dus dat is wel goed. Dat is een mars. Mij help je dat? Mars. Nee, maar. Wat krijg jij van mij hiervoor?
Nee, serieus? Dankjewel, man. Ik zorg dat hij veilig thuis komt. Zit nog een beetje mars. Zo, mijn buikje is wel weer rond van 1 mars en 2 colaatjes. Maakt niet uit, want jij hebt nog heel veel leuks samen met Niels van Kijker. Jouw buik is van iets heel anders rond, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Wij hebben inderdaad iets heel leuks mee te delen, want wij zijn aankomende vrijdag 26 mei op Utrecht Centraal gratis M&M's uit te delen. Het is een actie van M&M's. We staan in een hele grote snoepautomaat. Net zo lang totdat jullie zeggen dat wij eruit mogen. Want hoe werkt het precies? Nou, in de beschrijving staat een link van de Facebookpagina van M&M's. Ga daar even heen. Daar is een livestream waar Niels en Martijn in zitten. En als jij die liked of deelt, dan blijven zij net zo lang erin zitten en uitdelen voor iedereen, voor jullie giertjes die het willen hebben. Waar het op neerkomt is, blijf lelen, blijf like. En zolang jullie dat doen, zolang blijven zij in die box zitten. Ja, superleuk concept dus. Ik ben een lul. Maar goed, voor jullie giertjes die gratis M&M's willen, vrijdag Utrecht Centraal, neem je beste maat mee, want het gaat erom dat je met iemand deelt. En dan zien we jou hopelijk daar en anders in een livestream. En ja, dan gaan we het heel leuk hebben. Ja, dit wordt daar best leuk. Ik denk ook nog wel misschien wel even langskom. Dat lijkt me nou gezellig. Ja, als jullie nou vrijdag ook langskomen, superleuk. En anders tot dinsdag bij een nieuwe video. Doei. Later.